Grons een bouwpakket. Ja. Van een stoel, denk ik. Van, inderdaad, van een stoel. Van Johan Niegeman. Volgens mij 1950, 55 zo ongeveer. En werd dat zo verkocht? Ja. Dit is gewoon een voorloper van IKEA. Ik ben Harold van der Sluisveer. En ik ben Tim Soeka. Samen zijn we Soeka en Sluisveer. En wij gaan jullie meenemen in de wereld van de kunsten. Waar beginnen we? Boijmans van Beuningen. De allerlaatste tentoonstelling voordat de boel hier voor 7 jaar op slot gaat. Vanwege verbouwing. En deze tentoonstelling gaat over? Bauhaus en de link van Bauhaus met Nederland. De tentoonstelling Bauhaus Nederland die is bedacht om de wisselwerking tussen het Bauhaus en Nederland te laten zien. En het Bauhaus was een heel belangrijke kunstacademie in Duitsland. En die heeft van 1919 tot 1933 bestaan. Ja. En een van de meest belangrijke vernieuwingen die het Bauhaus heeft gebracht. Of een van de belangrijkste onderdelen was de voorkoers. En dat was dus een voorbereidende les om de studenten alles wat ze wisten van materialen, van vormen, alles te doen laten vergeten en dus met een schone lei begonnen. Een soort nieuwe basis eigenlijk. Ja. En we dachten dat het leuk was om dus onze tentoonstelling ook met een voorkoers te laten beginnen. Ja. Die bestaat uit 3 onderdelen, dus we hebben hier de 3 basisvormen, 4 kanten, cirkel. Met de 3 primaire kleuren, dus blauw, rood en geel. Dit zijn wel de standaard basisvormen die altijd hebben bestaan. Ja. Dus hoe moet ik dat in het los laten zien dan? Nou, kijk, daarvoor had je op de academie bijvoorbeeld natekenen uit de natuur, et cetera. En hier ging het echt om dat los laten en gewoon vanuit het niks. Alleen vanuit deze basis? Ja, deze, of, deze vormen. Je hebt ook bijvoorbeeld vanuit lijnen, dus rechte lijnen, cirkellijnen. En daar gaan we nu naartoe. Uiteindelijk allemaal architectuur. Wij zitten hier in dit, dus het gaat gewoon zo naar binnen. Dit is de voorkoers. Ja. En als je dat had voltooid, dan kon je dus doorstromen naar een van de werkplaatsen. Dus je had de metaalwerkplaats, de houtbewerkingswerkplaats. Je had weven. Dus ja, dit is steen, beeldhouwkunst, houtbewerking, metaal. En het ideaal was dan om uit te komen bij de architectuur. Als het één ding heeft gebracht, is dat het een soort kraamkamer is voor wat we nu eigenlijk, dat is nu alweer een rotwoord design. Kijk maar naar die stoelen, bijvoorbeeld, die kent iedereen wel. Een hoop van die stoelen kent iedereen. Dat stoeltje, dat kent iedereen. Ja, het is van unieke dingen tot massaproductie. Het staat hier allemaal door elkaar heen. Het grootste deel van de spullen die hier liggen en staan en hangen, die komen uit particuliere collecties. Namelijk van de erfgenamen van de studenten van Bauhaus destijds. Ja, en gewoon kleinkinderen van mensen die aan het bouwen hebben gestudeerd. Wat je hier, je ziet hier design-iconen, je ziet hier werk van Kandinsky, van Klee, echt grote namen. En precies daarnaast liggen gewoon studentenwerken van bijna een eeuw oud. Die liggen ernaast en die laten je eigenlijk zien van hoe al die mensen gewoon zijn begonnen. En die gaan ook weer terug straks naar de erfgenamen. Die gaan gewoon weer huizen in en dan zijn ze niet meer te zien. Dus dit is echt wel een bijzondere tentoonstelling. Dit is als laatste tentoonstelling op dit moment voor het Boijmans. Is een hele mooie. Ja. Tot en met 26 mei 2019. Tot en met 26 mei 2019 te zien in Boijmans. Een aanrader. Ga maar kijken.